Misschien heb je al een diploma hoger onderwijs en vraag je je af of je recht hebt op vrijstellingen om zo de opleidingsduur te verkorten of te verlichten. In onze opleiding zijn er verschillende mogelijkheden waarbij het verlenen van vrijstellingen mogelijk wordt. Een vrijstelling wil zeggen dat je een bepaald opleidingsonderdeel niet meer moet volgen, omdat je een gelijkaardig opleidingsonderdeel reeds in een vorige opleiding behaald hebt. In de volgende dia's maak je kennis met de verschillende mogelijkheden om vrijstellingen te bekomen. Vrijstellingen verkrijg je op basis van eerder verworven kwalificaties. Dit noemen we EVK en dit kan op twee manieren. Ten eerste, vrijstellingen zijn mogelijk op basis van diploma's die je behaald hebt in het formele leercircuit aan een hogeschool of een universiteit. Je krijgt echter geen vrijstellingen op basis van een diploma secundair onderwijs. Op onze website vind je de vrijstellingen die je krijgt op basis van behaalde diploma's in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld, heb je een diploma leraar lager onderwijs, dan krijg je ongeveer 79 studiepunten vrijstelling en volg je nog 2 jaren opleiding. Alle studenten met dit diploma krijgen dezelfde vrijstellingen, onafhankelijk van aan welke instelling en wanneer dit diploma behaald is. Heb je een diploma graduaat orthopedagogie behaald, ook dan heb je recht op een vast pakket aan vrijstellingen van 90 studiepunten. Een tweede manier om vrijstellingen te verkrijgen is op basis van credits. Heb je geen diploma behaald, maar wel bepaalde credits, dan kan je zelf je vrijstellingen aanvragen. Hiervoor bestaat een leidraad die je vindt op de website of die je via mail kan aanvragen. Je dient zelf je dossier samen te stellen aan de hand van deze leidraad. Je levert via mail jouw dossier in voor de start van het academiejaar. De EVK-verantwoordelijke controleert jouw EVK's en vergelijkt of de inhouden van de verworven credits overeenkomen met de inhouden van het opleidingsonderdeel waar jij een vrijstelling voor aanvraagt. Heb je ergens een interessante studiedag of cursus gevolgd en je hebt een attest van deelname, maar er is geen evaluatie geweest, dan kan je dit niet inbrengen gezien een deelname niet zegt over jouw verworven kennis en competentie. De uiteindelijke toekenning van de vrijstelling gebeurt door de leidinggevende van de opleiding.